Oh ja, Anna, ik dacht ik maak even een filmpje omdat het gewoon wat makkelijker is om uit te leggen zo. Oké, ik heb een stukje cardstock genomen en die heb ik gesneden aan de hand van de envelope punchboard. Dus ik wil graag deze maken. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De achtste van boven wil ik maken. 7,6. Bij 12,7 kan erin. Ik ga dus. Het papier wordt 17,1 bij 17,1. Maar ik wil natuurlijk dat het een doosje wordt. Dus ik ga daar ongeveer 3 centimeter aan toevoegen. Aan beide kanten. Zodat ik een 3 centimeter soort van groef heb, zeg maar. Waar ik dan spullen in kan stoppen. Dus ik ga in plaats van 17,1 bij 17,1 mijn papier knippen op 20,1 bij 20,1. Dus dat heb ik hier gedaan. Dan ga ik beginnen zoals normaal bij 7. Hier staat scorelijn 7. Dus daar ga ik even beginnen. Ik ga gewoon punchen score. En dan moet ik 3 centimeter daaraan toevoegen. Omdat ik dat wilde. Dus 8, 9, 10. En dan ga ik gewoon opnieuw punchen en scoren. Nu is het best makkelijk. Nu hoef je dit, kan je dit gewoon vergeten. En ga je hier verder. Dus ik heb de scorelijn met deze, hoe heet dat? Nou, dit. Gelijnd. En dan ga ik gewoon weer punchen en scoren. En zo opnieuw. Oh. Iedere keer gewoon de lijn volgen die ik al heb gemaakt. Goed, nou heb ik dit. Nu is er niet zoveel meer te doen. Ik ga aan de bovenkant, dus dit wordt de bovenkant, ga ik dit even wegknippen. En hier ga ik het niet wegknippen, maar alleen een inhammetje knippen. Dit is dus de bovenkant. Ga ik even alles vouwen. En zorgen dat het allemaal goed, in de goede plek blijft. Deze flapjes ook. Dan doe ik er even iets diks in. En ik heb gewoon even gekozen voor mijn cuttlebug blok. Zodat ik iets heb om het tegenaan te vouwen. Dan ga ik lijm hierop doen. Ja, je kan beter iets van Fast Fuse of iets dergelijks gebruiken. Hier. Wacht even. Niet daar. Sorry. Maar aan deze kant lijm. Zoals bij een normale envelop, zeg maar. Zo. Deze is eigenlijk te dik daarvoor. Nou, dan neem ik dit. Nee, dat is ook te dik. Zo, dit is gewoon een clearblok die ik heb. Dan vouw ik hem zo. Oh, wacht. Zo en zo. Zorg ik even dat deze zo mooi erin gaan. En dan heb je dus, als je die flapjes zeg maar erop laat. Ik heb sommigen gezien waar ze het eraf halen.
Dan krijg je hier een mooi afgewerkte look, zeg maar. Dus het is natuurlijk beter om iets van sticky strip te gebruiken dan natte lijm. En zo heb je eigenlijk je doos al. Dan kan je natuurlijk nog afronden en dat soort dingen. Maar ja, het is... Dus zodoende. Dus in principe gebruik je gewoon dit. Nog steeds. Maar dan hoe dik je dit ook wil laten zijn. Dus als je 2 centimeter wil laten zijn. Dan doe je hier gewoon 2 centimeter bij. Bij de papier size. En dan als je het gaat punchen en scoren. Dan doe je bij deze er 2 centimeter ook bij. Dus je puncht hem eerst waar die moet. En dan nog 2 centimeter daarbij. Nou, ik hoop dat het heeft geholpen. En tot ziens. Dag.